Het is zondagmiddag, 20 november. En we zijn hier in de Providentia voor de kunstmanifestatie Creaturen. Er is hier van alles te zien en te horen. Kijk je maar mee. En dit kunstwerk is dus eetbaar. En met een klein atelier. Anton Salmon in de uitvoering. Vanmorgen stond er nog niets en nu hebben we al een behoorlijk zeg op van wat het gaat worden. Live in de Providentia. Deze kleine kunstwerkjes, dat heet Tiffany. Je pakt een stukje glas en dan een koper randje eromheen en dan wordt het aan elkaar gesoldeerd. Nou, is het zilver geworden. Prachtig. Deze jonge dame die is aan het weven. Los. Hier hebben we dus het lood. Glas in lood. Okay. Het zit alleen hier, zit het lood, zit hier. Zit op. Is dat altijd met lood? Ja, het is altijd met lood. Glas in lood is altijd met lood. Mooie kunstwerkjes van klei. Okay.
Je mag gewoon kleien zeggen. Boetseren klinkt wel netjes. Ik had hem het liefst helemaal glad, maar in de bakken dan komen alle keitjes er toch met de hen, dus wel jammer. Ik heb een pruik helemaal op orde gemaakt door Simone.